Oké. Goed, ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. 12 september mogen we weer. Het feest der democratie. Er zijn die dag ook verkiezingen. Ja, dat bedoel ik. Ik ook. Welke democratie? Je gaat toch wel stemmen? En wat mogen we daarvan verwachten? Het verdrag van Lissabon, het ESM, de koop van ABN AMRO Fortis tegen 8 miljard te veel. Hey. De militaire steun aan het Libische volk. Was dat allemaal de wil van de Nederlandse kiezer? Wie niet stemt, moet later ook niet zeuren. Gut, die is er bij jou wel goed ingeslagen, hè? Dat is weer een meme, hè? Als je het maar vaak genoeg herhaalt, begint het volk te geloven. Nogmaals, wat gaat het uithalen? Er zijn zoveel partijen dat er toch wel eentje naar je zin kan zijn. Nee. Misschien moet je beter zoeken. Gebruik de kieswijzer. Een kieswijzer op basis van verkiezingsprogramma's? Zinloos. Een kieswijzer zou zin hebben als die zou terugkijken naar het daadwerkelijk stemgedrag in de parlementen. Dat zou verhelderend zijn, maar niet op basis van verkiezingsprogramma's. Waarom niet? Omdat verkiezingsprogramma's geschreven worden als een lokkertje. De opstellers van die lijstjes die weten donders goed welke punten ze direct laten schieten zodra de onderhandelingen beginnen. Maar dan heeft het zijn werk gedaan en dan zijn de stemmen zijn binnen. Nee, als politiek een product was, dan verkochten we het al lang niet meer. Want we weten heel goed dat de verkopers ons wat voorliegen en dat bij thuiskomst het product faalt. Stem dan op zijn minst blanco om aan te geven dat je niet onverschillig bent. Anders gaat je stem naar de grootste partij. Een blanco stem geldt als een ongeldige stem. En dat verhaal dat als je niet komt opdagen dat dan je stem naar de grootste partij toe gaat, dat klopt ook niet. Nee, als je echt niks hebt gevonden en als je geen vertrouwen hebt in de politiek, dan is het beste wat je kunt doen is thuis blijven. Een laag opkomstpercentage, daar hebben we veel meer aan. En dan? Omdat een opkomstpercentage van minder dan 25% de beste uiting is van het gebrek aan vertrouwen wat het volk heeft in de politiek. Zonde. Als politici zo gehecht zijn aan een hoog opkomstpercentage, nog meer dan aan eigen stemmen, laten ze er dan ook iets voor doen. Laten ze ervoor zorgen dat op het stembiljet een vakje komt voor een blanco stem. En laat die blanco stemmen dan ook resulteren in lege zetels in de raadzalen en parlementen. Laat het zich zo uitbreiden als een schandvlek die aangeeft hoe groot de kloof tussen politiek en burger is. Oh. Begrijp je? Je wilt niet op een van de nieuwe partijen stemmen. Bij de voorgaande verkiezingen ben ik bij 2 bijeenkomsten van nieuwelingen geweest. Ik heb daar toen 1 partij uitgezocht. En op het laatste moment ben ik toch afgehaakt omdat ze wat neigingen begonnen te vertonen die ik ken van bestaande politieke partijen. Effectbejag, politieke marketing. De verkiezingsuitslag is het beste bewijs voor massaal geheugenverlies. En wat wil je dan? Hoe krijg je politieke invloed? Schrijf een brief of een e-mail. Stuur hem naar een Tweede Kamerlid of een parlementariër in Brussel, een gemeenteraadslid of een politieke partij. 1 zo'n brief heeft veel meer zin dan al die jaren naar de stembus toe sjokken. Aanvullend kun je nog petities ondertekenen, bloggen, twitteren, ingezonden brief sturen naar de krant, naar raadsavonden toe gaan. Je kunt politici in een debat een vraag gaan stellen. Dat heeft allemaal veel meer zin. En steun die mensen die daar veel tijd voor vrijmaken. Wees in ieder geval niet onverschillig. Dat is belangrijk. En werkt dat ook? Een brief sturen bedoel je? Dat verschilt. Van het CDA heb ik bijvoorbeeld nog nooit antwoord gekregen. Maar D66, GroenLinks en VVD, die antwoorden wel keurig netjes. En als je 1 keer bent gebeld door een parlementariër, dan weet je dat je brief heeft gewerkt. Oké. Dus dit kun je doen. En dit zijn de oplossingen van Hendrik.
En als er verkiezingen zijn, blijf thuis. Want wie gaat stemmen, die moet later niet zeuren.